Met wat voor idee voetbal je vandaag, zo'n benefietwedstrijd? Dat is natuurlijk toch een wat ander idee in het hoofd als normaal. Ja, hoe zal ik het zeggen? Het lijkt wel, alsof het niet zo is. Dat je denkt van nee, ik wil gewoon knallen. Ja, tuurlijk. Het is een wedstrijd om ook jezelf te laten zien. Er zijn mensen die komen. Het gaat er ook natuurlijk om voor supportje Kasper. Dat gewoon een mooi gebaar van Feyenoord dat ze daaraan meedoen en dat ze deze wedstrijd organiseren. En ik vind dat daar meerdere landen ook een voorbeeld aan kunnen nemen. Voor zieke mensen bijvoorbeeld, dat ze daar gewoon één keer in het jaar bijvoorbeeld iets aan doen. En dat vind ik wel mooi in Nederland. Maar andere kant van het verhaal is, je speelt een wedstrijd tegen ADO, dat ook Eredivisie speelt. Er zitten spelers tussen die ook wekelijks spelen. Dus het is ook een moment, als je op dit moment speel ik niet, dus een signaal afgeven. Dus een beetje een dubbel gevoel. Ja. Maar en dat signaaltje, dat is wel gelukt hè, met die goal. Aardige actie in de 16, solootje, pats, boom, in de touwen. Ja, je moet een signaal afgeven en laten zien dat je weer minuten wil maken. En dat kan op deze manier. Ik kan me ook voorstellen dat je bang bent geweest na die rode kaart bij Vitesse. Dat je denkt van jeetje, ben ik op de weg terug? Ben ik me in de picture aan het vechten? Overkomt me dit? En is het misschien wel voor dit seizoen weer voorbij? Is dat door je hoofd gegaan? Nou, niet echt. Dit hoort gewoon bij voetbal. Wie weet... gebeurt volgend jaar weer, dat ik zo'n overtreding eruit niet meer maken? Nee, maar kijk, ik vind het een beetje, niet belachelijk, maar een beetje te overdreven hoe mensen daarop reageren. Het is gewoon, je bent voetballer en alles gebeurt in een split second, of je nou schiet of niet. Ja, dat dan moeten zeggen mensen ook wel eens, hij had moeten schieten. Maar het is je moet in 1-2 seconden nadenken. Als je op het moment dat je al in de lucht een sliding maakt en uiteindelijk komt die tweede binnen bij, dat is moeilijk om daar nog op te reageren. Ja, het is gebeurd. Het is natuurlijk een leermoment. Het gebeurt op de middenlijn, dus dat is natuurlijk minder. Maar ja, het is een leermoment en misschien wel een beetje in de achterhoofd houden. Maar ik ben gewoon een speler die onbevangen speelt, dus het hoort erbij. Maar het is zeker een leermoment. En denk je al na over de nabije toekomst? Stel, je houdt deze situatie dat je in deze laatste 6 wedstrijden met een bekerfinale er nog bij niet zo gek veel meer aan het spelen toekomt. Zou je dan om je heen willen gaan kijken voor een nieuwe club? Het wordt wat zeker tijd om te gaan spelen, dus het is nu al de 4e jaar en nooit echt lang gespeeld eigenlijk. Dus, hoe komt dat eigenlijk, denk je? Ja. Hebben we daar niet aan een half uur genoeg voor nu? Ja, ik heb mijn eigen mening en die heb ik ook wel eens geuit en de anderen hebben daar weer een andere mening over, maar dat hou ik liever voor mezelf. Maar als het niet heel veel verbeterd ten opzichte van wat het nu is, dan zou jij in de zomer wel op zoek gaan naar een nieuw avontuur. Het wordt zeker tijd om te spelen, ja. Kan dat in Nederland of mag dat ook ergens anders zijn? Mag zeker ergens anders. Turkije? Wie weet wat de tijd brengt. Ga je er nog meer over zeggen of hou je het hierbij? Nee, ik hou het hierbij. Dacht ik al.